Hallo allemaal en welkom. Je kijkt naar een nieuwe uitzending van Sterrennieuws. Nou, vandaag in de uitzending nemen wij een kijkje bij de clipopnames van Jammes, zien wij een rockende Thomas Bergen en ik had een gesprekje met Alex over zijn 10-jarige artiestenjubileum. Dat en nog veel meer, maar we beginnen zoals gewoonlijk met het korte nieuws. Jeroen van der Boom kreeg afgelopen weekend in het RTL 4-programma Live for You een gouden plaat uitgereikt voor zijn laatste album Verder. Dat is knap, want het album was nog geen 3 dagen uit en toch is het album al meer dan 30.000 keer over de toonbank gegaan. Ja, en kijkers van het digitale themakanaal Geschiedenis 24 hebben Marianne Weber uitgeroepen tot allerbeste levensliedartiest aller tijden. Nou, Marianne heeft deze titel zeker te danken aan haar fans, want die hebben een oproep geplaatst op het gastenboek om zoveel mogelijk op Marianne Weber te stemmen. Verder is René Kast wederom de studio ingedoken om zijn soloalbum op te nemen. Op het album zal onder andere zijn single Nooit om de liefde huilen te horen zijn. En hoe het album gaat heten of wanneer het uitkomt, dat is nog niet bekend. Wij zijn benieuwd. En dan gaan we nu verder met Nick en Simon. Zij geven een vervolg aan hun Overal-tour. Na een succesvolle afsluiting in Ahoy bleef de vraag naar kaartjes zo groot dat zij hebben besloten hun fans niet teleur te stellen. Zij hebben besloten om nog 4 extra concerten te geven, verspreid over het hele land. Jammes nam vorige week een videoclip op voor zijn nieuwe single Zwevend naar het geluk. Het is allesbehalve een gewone videoclip, want er waren nogal een aantal gekke figuranten bij aanwezig. Nou, Sterren.nl was er natuurlijk bij. Kijk mee. Jannes, we zijn bij de opnames van je nieuwe clip. Ja, klopt. Hoe gaat het? Ja, heel goed. Moet ik zeggen. Halen je wil hem niet. Hij doet niks hoor. Hij vliegt niet weg. Ik heb hem vast. Hij doet niks. Hij is een beetje bang voor de camera. Dus ik ga een stapje achteruit. Zo. Ja, gaat goed. Ik heb een hele leuke dag vandaag, moet ik zeggen. Een hele mooie natuurlijk gebied hier. We zijn bezig met een nieuwe clip. Zweven naar geluk. Vandaar de Hali, de adelaar. We hebben hele mooie shots gemaakt vandaag. En ik... Ja, ik heb wat beelden teruggezien net zelf al. Ik moet zeggen, ik denk dat het wel een van mijn... misschien wel een van de mooiste clips wordt dit. Ja. Er worden nog bepaalde beelden gemaakt met een indiaan, komt erbij. Mijn fluit, het is geen panfluit, het is een Inca-fluit. En we hebben een danseres erbij. En natuurlijk heel goed weer. En natuurlijk Harley. Vind je die niet eng? Nee, in het begin wel, moet ik zeggen. Maar ik ben de hele dag al met hem bezig. En hij maakt me niet meer bang. In het begin wel, maar ik moet even aan wennen natuurlijk. Ja. Ik wou dat ik kon zweven op de wind. Ver weg. Naar een paradijs. Blij als een kind. We hebben binnenkort een concert in Go Planet. In Go Planet hebben wij een concert. 23 oktober speel ik met een live band, met studiemuzikanten. Goed licht en geluid, een mooie show voor zitten. Mensen die willen zitten, kunnen zitten en staan publiek. Verleden jaar hebben we meerdere concerts gedaan en nu dit jaar 1. En ik wil groeien naar toch volgend jaar iets leuks te gaan doen. Een groot concert geven, dat gaat over door de jaren heen. Ik sta volgend jaar met mijn carrière 10 jaar dus. Dit is al een klein beetje voor... Een concert, groeiend naar het groot concert. Ik ben al een aantal jaren bezig met het concert en ik vind het ontzettend leuk. Je kunt wat langer staan, je kunt wat meer liedjes zingen van aan je publiek geven. Normaal sta je 3 kwartier te spelen, maar dan is 2,5 uur allemaal liedjes uit het verleden en van het laatste album. Binnenkort zal Alex zijn 10-jarige jubileum gaan vieren. En ter ere van dat heeft hij 13 videoclips opgenomen op verschillende locaties door heel Europa. Ook zal hij 14 november een jubileumconcert gaan geven. En ik was namens Sterren.nl even naar Alex toegegaan om hem te feliciteren. Alex, 10 jaar in het vak. Ja. Dat is niet niks. Nou ja, goed, ik hoor sommigen. Ik heb natuurlijk pas geleden bij Corrie Konings 40 jaar. Dus ik hoop maar Corrie Konings. Nou, ik hoop dat ik dat nog een beetje volhoud. Nee, maar 10 jaar is inderdaad niet niks. Dus ik ben 10 jaar geleden ben ik eigenlijk voor de gein eigenlijk een beetje begonnen. Ik heb toen in 1995 een auto-ongeluk gehad. En toen heb ik een beetje moeten revalideren. En van het een of ander rolde ik eigenlijk in het zingen, zeg maar. Ik begon in Café Bollejan in Amsterdam. Van Vroeger? Ja, van Vroeger. Mien en Jan Vroeger, die helaas nu overleden zijn. Maar daar ben ik begonnen. En eigenlijk toen ik daar een jaar aan het werk was, toen kreeg ik nummer 1 in het Bosje Rode Roos. En dat is eigenlijk daarna alleen maar, ik kon niet meer in Bollejan werken omdat ik gewoon het land door moest. Ja. En
sinds die tijd is eigenlijk allemaal begonnen. En ter ere van dat zullen wij binnenkort twee specials gaan uitzenden omtrent Alex. Wanneer dit precies gaat gebeuren, dat horen jullie nog van ons. Nou, vorige week spraken wij Thomas over zijn nieuwe single Kon ik maar even bij je zijn. Thomas was afgelopen week te gast bij Giel Beelen op 3FM om dit nummer live te vertolken. Dit was overigens niet het enige wat Thomas heeft gedaan, want hij moest ook een liedje zingen samen met de band Stereo, een liedje van Pearl Jam, Alive. Of hem dat is gelukt en of Thomas een beetje kan rocken, oordeel zelf. Met Pearl Jam? Nou ja, ik ken het zelf niet echt heel erg goed. Alive natuurlijk wel, daarom heb ik het ook gekozen natuurlijk. Maar mijn vader die vindt het een hele gekke band, dus ik zing het eigenlijk een beetje voor mijn vader. En hebben jullie iets met Thomas zijn muziek? Nou, ik moet zeggen dat ik dat dan weer niet zo heel heel goed ken, stiekempjes. Maar ja, dat was een soort verrassing om hier vandaag samen te kunnen spelen. En ja, dat is natuurlijk een hele gave combi en ik denk dat dat ook wel de opzet was van Giel, zijn voorstel van nou weet je wel, gaan we eens eventjes die twee met elkaar linken. En dan komt er wel iets leuks uit. Is het misschien ook een idee dat jullie een keer met Thomas iets Nederlands gaan doen? Nou ja, als de week een keer omgedraaid zijn en we hebben een Nederlandse week en hij staat hier met zijn huisband, dan wil ik best langskomen en dan doen die gasten ook wel mee. Dat is wel lachen, ja. En dan zingen we Zij gelooft in mij. Ja. Want zij gelooft. Ja, ik kan de beweging al heel goed doen. Super. Ja, maar de reacties waren ook fantastisch. Hoor. Net al via de sms, weet je, heel veel mensen die zeggen, was te gek en je zingt echt geweldig. Ja, je mag eigenlijk niet aan die plaat komen. Dus ik heb proberen hem echt het meest origineel te houden, maar het was wel echt te gek. De band King Jack bestaat uit voormalige leden van de begeleidingsband van Anouk. Tegenwoordig scoren ze zelf ook goed en dat bewijzen ze maar weer met hun nieuwe single Can't Get My Head Around You. Afgelopen week waren ze te gast bij de Sterren.nl radio en daar speelden ze een prachtige akoestische set voor ons. Hallo, ik ben Boas. We staan hier bij Sterren.nl en ik vertel eens wie je bent. Ja, wat je bent. Ik ben Thijs. Ik ben Guido. Ik ben Ferry. En ik ben, zoals ik al vertelde, Boas. Dus Thijs, waar komt dat King Jack eigenlijk vandaan? Ja, King Jack, dit is eigenlijk een soort van samensmelting van vier personen. Dus daar hebben we een nieuwe persoon voor nodig. Een nieuwe vorm. Vorige week vertelden wij al over een groot concert dat Dirk Meeldijk gaat geven op 17 oktober in Noordwijkerhout. Wij zochten hem op en vroegen hem over de voorbereiding. Ik
ben nog niet zenuwachtig hoor. Het gaat wel steeds meer komen natuurlijk voor een artiest. Omdat je, ja, het komt steeds verder. Het is natuurlijk 17 oktober pas. Maar ja, die dingen waar je nou mee bezig bent, word je al een beetje, oh jezus, hoe groter gaat het worden? Het wordt natuurlijk hartstikke groot. En ik heb natuurlijk goede artiesten, Peter Benzen heb ik uitgenodigd. Ik heb Rob van Daal en natuurlijk Frankie Velkom. Ja, het zijn allemaal volksjongens, net zoals ik. Gewone jongens, gewoon, je doet je werk, je gaat zingen en klaar af. Ja, mijn show wordt gewoon grandioos. Het is zo mooi. Ik ben al helemaal echt zwaar aan het oefenen. Ik ben het zwaar aan het aftrainen. Ik ben veel aan het fietsen, de conditietraining. Ja, ik bedoel, anderen doen het niet, maar ik ben al een sportmannetje. Van mezelf gewoon, maar ik wil gewoon fit zijn. En, ik bedoel, mentaal, in je hoofd, ik bedoel, het is toch zwaar. Als je daar 1,5 uur staat te blerren, hè, dat is gewoon zwaar. En ik krijg ook trouwens, ik krijg nog wat. Ik krijg ook nog een andere artiest, en dat, die komt uit België vandaan, een zangeres. Dat is Van de Pafs, van de Belgische keeper. En die is een nichtje, die zingt ook en is in België wel populair. En hier in Nederland nog niet zo. Dus die hebben we gevraagd of bij mij was. Nou, die vindt het hartstikke leuk om mij te zingen. Dus ja, dat is ook grandioos natuurlijk. We zagen hem zojuist al voorbij komen. Thomas Bergen met zijn nieuwe single Kon ik maar even bij je zijn. Nou, en ter ere van dat is Thomas de hele week de artiest van de week. Ja, en dat kwam eigenlijk doordat Gordon gelijk nadat ik het nummer had gezongen zei van dit moet jij opnemen. Want naar mij heeft nog nooit iemand het zo mooi gezongen. En dat is natuurlijk een supergoed compliment. Maar ja, ik was eerst eigenlijk nog zelf een beetje aan het twijfelen, want ja, het is natuurlijk wel een nummer van Gordon. Ja. Bedoel ik niet slecht of zo, maar gewoon ja, het is al uitgebracht. Maar later, toen er zijn uitzending was, heb ik zoveel mailtjes gehad en sms'jes en mensen die brieven naar me schreven van wat heb je dat mooi gezongen. Ja. En ik kreeg de tranen in mijn ogen of kippenvel of ik moet denken aan die of die. En ik heb het zo lang niet meer kunnen luisteren, bijvoorbeeld 18 jaar achter elkaar. En nu wel weer. En dat soort dingen, die ja, dan denk je er toch wel weer meer over na. En dan op een gegeven moment, ja, eigenlijk is het wel te gek om het uit te brengen. Wil je het hele interview terugzien wat ik samen met Thomas had? Kijk dan aanstaande maandag om 4 uur naar Artiest van de Week hier bij Sterren.nl. Nou, en naast Artiest van de Week is Thomas ook nog eens de hittip met zijn nieuwe single Kon ik maar even bij je zijn. Kon ik nog maar bij je zijn. Kon ik nog maar echte liefde voelen. Ik weet nu wat ze daarmee bedoelen. Toch leek het zo gewoon. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Maar ik neem natuurlijk nog geen afscheid van jullie voordat we een kijkje hebben genomen naar de foto van de maand. En deze maand is dat deze foto. Kijk, daar zien we Cynthia Heetebrei samen met haar idool Thomas Bergen. Nou, en wil je nou dat jouw foto ook een keer de foto van de maand is? Surf dan naar www.sterren.nl en stuur je foto naar ons toe. Dit was het voor deze week. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende keer. Doeg!